President Chandrika Prasad Santokhi heeft op vrijdag 22 juli de werkgroep Command Center Safe City geïnstalleerd. Het Command Center is al enkele jaren operationeel en heeft haar nut bewezen. Echter is er volgens de president behoefte aan upgrade en onderhoud. Deze presidentiële werkgroep moet het staatshoofd adviseren omtrent de opzet van een operationeel unit voor de Command Center. De regeringsleider benadrukt dat hij een voorstel over een beheerstructuur van deze center verwacht. De groep moet alle knelpunten onderzoeken en inventariseren. Ook moet er gekeken worden hoe alle diensten in geval van calamiteiten effectief gebruik kunnen maken van de operationele unit, aldus de president. Dit center monitort de beelden die binnenkomen via het Safe City-project.